hoeven niet te koken. Nee, en niet af te wassen. Dat is het. En niet zelf een gehakt te draaien. Nee, want daar heb ik zo'n enkel aan. Gehaktballen draaien? Ja. Ja, dan moet je zo draaien. Mijn man die wou ook altijd soep. Gehakt in de soep kreeg die van mij niet, als hij geen balletjes draaide. Nou, dus hij moest altijd balletjes draaien. We werden gehaald met de taxi vanuit, kwamen we binnen, een jas afgegeven. En toen gingen we naar boven toe. Alles was zo goed verzorgd en de mensen zo aardig en vriendelijk. Ik heb dit nog nooit zo gezien. En ze komen me vragen, wil je drinken, wil je dat? Zo gastvrij, dat je voelt je weer een mens. Even uitgeleefd, ja. Je kan weer even tegen. Ik ben er weer even tegen. Wat heeft u allemaal gedaan vandaag? Ja, lekker gegeten. En even lekker gedanst. Met de benen. Ja, even loskomen. Ja, je hebt lekker, ja, je hebt goed je best gedaan. Ja, ja. Ja, ik hou wel van dansen. Ja, ik heb voor het eerst meegedaan en ik wist ook niet helemaal precies wat ons te wachten stond. Maar het was zo'n fantastische avond en ik zag heel veel blije mensen. En het leuke is niet alleen blije mensen die hier waren uitgenodigd, maar ook mensen die hier hielpen van het bedrijf. Ja, we hadden zoveel plezier. Ja. Maar weet je, als je leuke dingen wil doen voor de samenleving, doe gewoon simpele dingen met mensen. Praat, zit bij elkaar, geef iets van jezelf. Dat is het beste wat je kunt geven aan je medemensen.